Hooguit dat ze dadelijk wat meer risico's zullen gaan nemen. En dan wat meer ruimte voor Feyenoord zullen gaan zoeken. Die is er nu al. Het is 3-1. Wat een geweldige goal. Berghuis wil dat feestje in zijn eentje vieren. En is zo snel dat er ook geen medespeler bij komt. Want hij blijft maar doorjuichen. Totdat hij het dan maar genoeg vindt. Ja, ik kan me de explosie voorstellen, want het is een pracht van een treffer. Elia. Torstra. En Berghuis. 74 wedstrijden voor AZ, 20 goals. Hier is Berghuis met de goal voor Feyenoord. In de basis en in de 11e minuut opent hij de score. Elia, dat is een goede bal en 2-1, want de vlag blijft op laag. Berghuis. Vilena. Kuit. Berghuis staat te wachten. Berghuis, 3-1. Kon eigenlijk niet uitblijven. Nog een keer Elia. 6 doelpunten, 5 assists. Tegenstander hier voorbij. En dan is het 1-0, zijn 6e assist. En hij knalt hem feilloos binnen. Op aangeven van Elia Berghuis. Jongens werkt lang door. Hier is Berghuis voor Feyenoord. Berghuis en daar is de aansluitingstreffer. Via Berghuis. En dat neemt een beetje van die onrust wellicht weg. Dus Feyenoord heeft gelijk haast. De 6e van het seizoen. Berghuis. Voor zijn linker. Berghuis kan dus weer uithalen. En weer scoren ook. Een absolute hoofdrol voor Steven Berghuis. Die Feyenoord hoogstpersoonlijk naast Zwolle brengt. Die is goed en die zit erin. Het doelpunt is van Berghuis en Feyenoord leidt opnieuw. De vleugelspelers zijn bepalend voor Feyenoord in dit duel. Voorzet. Jongens, een stap over. Berghuis. En het is 2-0. El Amadi. En daar is het. Al raak ook. De vreugde bij Berghuis, zo kort na de wissel. Weer boven het verlies op dat middenveld. Weer El Amadi die daarvan profiteert. Kramer terug nu en weer Berghuis. Oh, en daar is weer een treffer. Ja, over scherpte gesproken bij deze gast. De 2-0 is daar. Boetius, Toornstra, Berghuis, zit hij erin of niet? Dat is de vraag, nu wel. Nu is er alle onzekerheid een einde en leidt Feyenoord. En ik heb het vermoeden dat die knal van Berghuis al over de lijn was.
Dit is een hele slordige fout van Wuitens. Berghuis. Berghuis en 3-0. 3-0 Feyenoord. Jurgensen is alleen en hij is voorop. Dus hij moet nu maar schuiven naar Berghuis. Goed gedaan. Larsson wacht daar aan de buitenkant. Berghuis naar binnen. Bal van richting veranderd. Het is 1-0 voor Feyenoord. Van Beek. En wie heeft er dan een goed idee? Amrabat misschien. Snelle voorzet. Jurgensen niet. Oh, hier. Berghuis kan schieten en scoren. Goodwin. Besluiteloos. Totaal besluiteloos. Goodwin. Boetius. 3-3 situatie met Vente op het randje. Daar wordt Vente aangespeeld voor de goal. Is Berghuis 6-0. Goed uitgespeeld door Feyenoord. Daar was dan weer eens de versnelling in de tweede helft. En het leidt tot een zesde treffer. Berghuis. Terug Dix. Achter je neerleggen. Jurgensen haalt hem nog binnen. Daar de bal goed voor en daar is het Berghuis. Gustafsson met de goal tegen zijn ploeg. Er is even sprake van dat Feyenoord dat kan nog steeds Gustafsson terug kan halen. Maar Larsson op weg gaat. Larsson, oh, die laat die bal liggen voor Berghuis. Nou ja, het is lief, het is aardig. Het is bovenal 5-1. En de tweede treffer voor Berghuis, kort na elkaar. Larsson. Ja, zo mooi uit stand geschoten door Jurgensen. En deze is nog beter. Feyenoord verdubbelt de voorsprong. En wie anders dan? Berghuis doet het. Karami niet. Haps wel. Vilena handig. Elamadi naar Berghuis. Veel ruimte. Dix is ook mee, want Elbers is weer eens te laat. Dat is afleidingsmanoeuvre, want dan kan Berghuis er 4-0 van maken. Fraai afgerond door Berghuis, nummer 13 van het seizoen. Kinderlijk eenvoudig gaat het ook weer in de tweede helft. Berghuis. El Amadi, Berghuis. Berghuis voor zijn linker en de goal voor Feyenoord. 2-1, halverwege de tweede helft. Berghuis met zijn 14e van het seizoen. Van Persie. Boetius. Van Persie bij de tweede paal is Berghuis. En daar is dan toch de 1-1. En de 15e van het seizoen voor Steven Berghuis. Berghuis, Van Persie, terug op Berghuis of El Amadi. Die legt hem voor en daar is de 3-1. En het is Berghuis die zijn tweede maakt. En nu heeft El Amadi dan wel een echte assist op zijn naam. Blijft hij toch heel rustig, die jonge doelman. Uitstekend gedaan.
Berghuis. Daardoor Feyenoord nu op de helft van Heerenveen actief. En Berghuis heeft hem voor zijn linker en scoort. Zijn 17e van het seizoen. Pijlo is middelpunt van een klein feestje. Berghuis zoekt de andere vrienden op. Maar zal ongetwijfeld zometeen ook de doelman nog wel even bedanken. Doelsaldo tussen Heerenveen en ADO bedraagt 5 doelpunten voorafgaand in deze partij. Bulthuis zit weer helemaal mis. Vente met ruimte. Vente terugleggen. Berghuis met de kans om zijn 18e te maken. Dat doet hij ook. Het is 2-0 voor Feyenoord. In de 41ste minuut is de tweede van Berghuis die nu op 18 doelpunten staat. Johnson. De bal van Johnson. Feyenoord neemt over met Klaasie. Het is goed gedaan door Klaasie. Ruimte gevonden bij Vilena. Larsson aan de linkerkant. Vilena. Voordeel. Larsson terugleggen. Goed gevoetbald door Feyenoord. En een mooie gelijkmaker. Het is Berghuis die daarmee zijn fout corrigeert. En Berghuis heeft meerdere dingen te vieren. En nu gaat Berghuis het doen. 20 minuten voor tijd. In een wedstrijd die al zo lang op slot zit. Feyenoord op voorsprong. Want Berghuis schiet de bal voortreffelijk binnen. Berghuis. Ja, heel fraai. Daar heeft Van der Hart geen antwoord op. Kan wel boos worden om medespelers die allemaal weten wat Berghuis kan. Het is pas een derde van het seizoen. Malasia wil klaarleggen, maar komt niet tot een schot. Kukçu. Oh, Berghuis. Schitterende goal. Speelt Kezaya Veendorp door de benen. Larsson. Van Persie. Goed bediend door Larsson. Berghuis kiest positie. En daar is het 1-1 door Berghuis. Vlak voor rust slaat Feyenoord toe. Van Persie. Kan hij hem in één keer naar Berghuis? Nee, dat lukt hem niet. Van Persie terug. Toornstra. En daar helemaal vrij. Dit moet hem zijn voor Berghuis. En het is hem ook. En zo buigt Feyenoord de vroeg opgelopen achterstand om in een 2-1 voorsprong. Berghuis met een hele vrije schop om er 4-0 van te maken. Ze geloven het verder ook wel bij Feyenoord. Berghuis schokt gelijk terug naar zijn positie. Het wordt niet al te uitbundig gevierd. Het is al lang en breed gespeeld natuurlijk, maar mooi is hij deze vrije trap. Corner van Crowley. Dat is een hele matige. Klaasie werkt weg bij de eerste paal. Jerkens is nog achter, maar dan blijft die bal dusdanig hangen dat hij voor Berghuis is. Larsson door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg! Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Berghuis controleert, Larsson. Berghuis komt. Wordt het nu 2-0? Ja, nu is het wel 2-0. Sterk begin van Feyenoord. Fire, fire.
in naar Larsson. Goeie bal. Berghuis doet het. Ja, dit is prima uitgespeeld. En zelfs een lekker warm geschoten Vlaswieg had hier geen antwoord op. Schoot al één strafschop raak dit seizoen. Scoorde al eerder deze wedstrijd. Berghuis jaagt hem binnen. En Feyenoord op voorsprong. De tweede treffer van Steven Berghuis. Bokken naar Jurgensen. Vilena, geen buitenspel natuurlijk voor Kukçu. Goed gespeeld zo. Bal kan naar de rand van de 16, naar Berghuis. Ja, dat is ook precies het idee. En Berghuis schiet hem dan toch nog in. Hij heeft zijn doelpunt te pakken en dit is wel prachtig uitgespeeld door Feyenoord. Sint-Juste. Kukçu, dit ziet er aardig uit. Haps, strakke voorzet, goal van Steven Berghuis. Het duel Haan, Berghuis, ook voor Haan de instructie. 1 voet minimaal op die lijn houden op het moment van trappen. Berghuis onberispelijk. Feyenoord op voorsprong in het Abalensa Stadion. 0-1. Zijn tweede van het seizoen. Raak je de bal niet en gaat de bal op de stip. Berghuis voor de 1-0. En die schiet hem erin, ondanks het feit dat Willem Reuter in de buurt was. Hem nog bijna te pakken wist te krijgen. Voordeel goed toegepast hier, want Karstorp eerder bij de bal. En dan heeft Berghuis wat ruimte. Kukçu voor het doel, Sinisterra voor het doel. Berghuis naar zijn linker. En die zit er meteen in op. En daar is de afvallende bal voor Berghuis, die prikt hem erin. Hij leek aan de harde kant, die bal richting Sinisterra. Berghuis, het ziet er weer wat aardiger uit. Nou, het ziet er schitterend uit! Hij krijgt die bal natuurlijk bij toeval voor zijn voeten. Maar de kerstverse aanvoerder van Feyenoord maakt hem dan weergaloos af. En dus staat de penalty en gaat Berghuis voor 0-3. En is het 0-3. Zijn tweede in een tweede helft waarbij Feyenoord zeker niet groot voetbalde, maar dus wel goed genoeg om de overwinning binnen te halen. Kukçu. Malasia. Jurgensen voor het doel. Berghuis op de rand van de 16. Daar is Berghuis en daar is de treffer gemaakt door de aanvoerder. Sinisterra. Malasia. Jurgensen de man voor het doel. 1 keer kappen klaarleggen. Het kappen is gelukt, het klaarleggen niet. Nog een voorzet. Daar komt Berghuis en die komt er. Schitterend in.
Sinisterra geeft voor. Berghuis kopt en Feyenoord leidt. Tegen de verhouding in. De ploeg van Advocaat op voorsprong. Steven Berghuis. Om Feyenoord op 2-0 te zetten. En dat doet hij. Feyenoord PSV na iets minder dan een half uur voetballen. 2-0 door twee keer Steven Berghuis. Berghuis voor zijn derde. En hij maakt hem. Drie keer Steven Berghuis. Twee keer vanaf de stip. Daar wordt het alsnog 2-2. Schitterend. Berghuis. Subliem doelpunt van de aanvoerder van Feyenoord. Larsson. Heeft de bal over de glijdende Clement. Hier is Berghuis. 3-3. Nou, de volgende. Spektakelstuk is Wolle zo langzamerhand. 65ste minuut. Weer Berghuis. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik hier om te abonneren. En klik hier om andere video's te zien.